Hoi iedereen, ik heb vandaag een klein lookje met twee producten van Too Faced. Ik heb dit hele schattige paletje besteld bij Douglas. Het is een volgens mij limited edition paletje en het is in de vorm van een hondje. Ik ben dol op hondjes. De kleuren die hierin zitten zijn helemaal Eline. Dus dit paletje ga ik vandaag gebruiken. Dit is het Pretty Puppy Limited Edition Eyeshadow Palet. Op de achterkant staan de namen. Ik zal de namen voorlezen, maar ik zal ook meteen vertellen welke kleur ik dan ga gebruiken. Zo poeperig. En als lipkleur ga ik de Too Faced Metallic Sparkle Lipstick gebruiken. Met een super mooie shiny huls. En dit is wel een wat opvallender kleurtje. Dead Girl heet deze. Die ga ik dus als lipkleur gebruiken. Ik doe geen gezichtsmake-up op, daar heb ik gewoon geen zin in vandaag. En ik heb nog steeds geen oogschaduwbasis. Heb je tips? Let me know. Oké, dan pak ik als eerst een kwastje die ik waar ik mee over mijn hele ooglid kan. Tot mijn wenkbrauwbot. Dit is gewoon zo'n crease brush. Deluxe crease brush van Real Techniques. Zo'n, weet je kan ook een concealer kwastje of zo gebruiken. En daarmee ga ik in deze neutrale kleur. Dit is Bed to the Bone. En dit is gewoon een beige kleurtje. En dan heb ik een spiegeltje. En dan ga ik over mijn hele ooglid aanbrengen. Gewoon als een basis. Nou, ik zie er niet heel veel van, maar het is gewoon lekker gematteerd. Dus dat is prima. Intussen ga ik even wat kwastjes schoonmaken. Lekker slim dit. Dan pak ik een kwastje van Zuva. Dit is de Deluxe Petite crease brush, gewoon zo'n pencil brush, een zachte pencil brush. En daarmee ga ik in deze kleur. En dit is Bow Wow. Dat is die een beetje taupe-achtige kleur. En daarmee ga ik in de crease. Het is een heel mooi zacht, een beetje roze-bruin kleurtje. Vind ik wel tof. Ik hou van deze kleur, lekker zacht. De oogschaduws zijn wel echt super poederig. Dat is wel echt jammer. Zeg maar als je met de kwast erin wil gaan, zijn ze echt heel poederig. Op het oog valt het wel mee. Ook met Fallout en zo. Kijk, dit is de Fallout en zo. Die moet wel echt afblazen en aftikken het kwastje. Ik zie dat de bovenste helft dus allemaal matte kleuren zijn. En de onderste helft allemaal shimmers. Ik denk dat ik deze middelste kleur niet ga gebruiken. Dit is Heavy Petting. Maar ik denk dat ik deze kleur in de Outer V ga gebruiken. Een beetje een oranje-bruine kleur. Snuggle Time. En die breng ik aan met dit kwastje van de Hema. Die ik een beetje nat heb gemaakt. En die blend ik uit met een oud blending kwastje van de Hema. En eigenlijk is hij te nat, dat andere kwastje. Pak ik even deze kwast erbij. Dit Hema kwastje heb ik iets te nat gemaakt. Ik hoop dat de andere kant wat beter lukt. Krijgt de overgang eigenlijk niet zo mooi als dat ik hem had verwacht. En dan komt dat de kleuren eigenlijk ook te verschillend van elkaar zijn. Dan pak ik deze gouden kleur. En dit is Puppy Nose. En die pak ik met een plat, gewoon plat oogschaduwkwastje. Deze is toevallig van de Boozy Shop. Boozy Brush Soft Blender. En die doe ik over het bewegend ooglid. Wow. That is nice. Deze kleur vind ik heel tof. Tijd voor het andere oog. En hierbij is het wel fijn als het kwastje een beetje vochtig is. Want bij die andere is het nog een beetje vochtig. Ik merk dat het hier wat droger begint te worden. En dan is het een stuk minder pigment. Of in ieder geval een stuk moeilijker om het op je ooglid te plaatsen. Dus ik denk dat hier wel een oogschaduwbasis wel echt even prettig geweest zou zijn. Want ik merk ook dat die heel veel fallout krijgt nu. Ik wil zo doen, maar dan smeer ik het natuurlijk alleen maar uit. Dan ga ik nog even met dit kwastje van Zuva in die taupe kleur. En dan zet ik daarmee nog even de crease aan. En ik wil eigenlijk die roze kleur ook gebruiken. Maar ik zou niet weten waar ik die moet gebruiken nu. Ik denk dat ik gewoon even mascara ga aanbrengen en dat ik het dan wel zie. Zo, de mascara zit erop. Ik ga nog even, een beetje uitzoomen. Ik ga nu de lipstick aanbrengen. Ik denk dat ik tevreden ben over de ooglook. Ik ga even de lipstick aanbrengen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik denk wel dat die bij de look zou passen. Zo. Ik vind de kleur echt heel tof. Hij past, ik zie alleen maar dat bruin bij mijn ogen. Dat is echt heel vervelend. Terwijl ik dat in de spiegel niet zo heel erg goed zie. De kleur van de lipstick is echt heel tof. Roze, paars, metallic. Past ook op zich bij de ooglook, vind ik. Dit paletje. Super schattig. Love it. Ik denk ook dat er best veel kant mee op kan. Vooral deze taupe kleur en deze, ja,
beige, wittige kleur. Afwisselend deze met deze. Ja, ik heb deze dus helaas niet kunnen testen en ook die donkerpaarse niet. Ik denk ook niet dat ik die donkerpaarse wil gaan gebruiken. Ik denk dat ik deze eens te oranje vind. Maar over het algemeen echt een superleuk paletje. En deze lipstick is ook echt superleuk. Leuke verpakking. Too Faced is natuurlijk niet goedkoop. Ik weet niet of deze ook limited edition is of dat het gewoon een nieuwe collectie is. Too Faced is natuurlijk niet goedkoop. Maar ik vind het wel leuk om dit soort dingen ook een keer te testen. Dit paletje is ook gewoon een beetje... Kijk, als hier nou allemaal... Het leuke vind ik dat dit gewoon een paletje is waarmee je matte en shimmer kleuren hebt. Als dit een paletje zou zijn wat alleen maar matte, alleen maar shimmer... Of juist hele felle kleuren zou bevatten. Dan zou ik dit paletje denk ik niet zo snel zeggen dat het een goede aanschaf is. Er zit ook een spiegeltje in. Vandaar dat ik dit een keer zo doe. De verpakking ziet er gewoon heel mooi uit. Heel lief. Heel schattig. Dit oortje staat ook Too Faced logo. Het voelt fijn aan. Het is gewoon plastic. Maar het voelt niet cheap aan of zo. Ik vind het heel schattig. Ik heb niet zoveel te zeggen erover meer. Een hele simpele look dus. Met uiteindelijk drie producten. Maar twee producten van Too Faced. En ja... Ik ben er op zich heel erg blij mee. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze video. Tot de volgende keer en tot ziens. Doei!